ja, je doet het uiteindelijk voor, hè? Het moet worden. Wie niet om met de voorhelftsteen, dacht ik al, Rionhoofd? Nee, zeker wel. Nee, ik ben in 2003 Rionhoofd geworden. Ik ben in 1999 ben ik assistent Rionhoofd geworden in 2003 Rionhoofd. Is er nou een opleiding voor Rionhoofd? Nee, maar je moet een heleboel ervaring aan mee is. En dat hak wel. Want ik zit vanaf een jongetje 69 zit ik eigenlijk al in het ijs. Bij 20 graden onder nul, daar gaan de vriezen dooien. Ze raken regelrecht van slag, finale over de rooien. Zoals ze springen op en neer en dansen van de pret. Want koning Winter is er weer, hij zorgt voor vorst verlet. Kom op! Jongens, het zal leven, meest kunnen het gitoon. Joe, het zal wij beleven, eet is net gewoon. Eens kun je in principe net sturen. Je kan alleen een zwaar hier van als er wat sneeuw opvalt of dat soort dingen. Of wet er op de eerst komt om daar maatregelen voor te nemen. Maar dan, zoals ik zei, het is een natuurproduct. Je kunt er om sturen kan je eigenlijk niks. Nou is hier onder Altenabergen, daar staan wij vlakbij, is er van de morgen een zaneemde ijstransplantatie geweest. Daar ben al je Schotsen ijs in gegooid, maar hoe werkt dat nou? Hoe gauw is zij het sticht? Als het vannacht een beetje knap vriest, dan denk ik gewoon een graad of zien. En dan is het morgen bij wijze van spreken al goed dicht geweest. En dan kun je er voorzichtig zo er al in doorheen kennen. Dus dan is het al je tussen die Schotsen dichtverzen? Dan is het tussen die Schotsen al je dichtverzen. Dat is juist het voordeel van ijstransplantatie. Dan maakt het lietse rondtes en die lietse rondtes koelen sneller al. Dus vormt het sneller ijs. Nou, dan maken we het maar eens even hoe de realiteit had, denk ik. Hoe reëel is het nou om te denken van in deze dagen krijgen we zo'n tocht? Ja, dat stel je me wel een gewetensvraag. En eigenlijk voelde je graag van mij jaren worden dat ik zei van nou, het kan vreten of het kan sneeuw wel worden. Maar dat zei ik dus helemaal net. We moeten het maar afwachten. Het hangt van zo'n aantal factoren af. Daar kan ik eigenlijk op dit moment nog niks voor zeggen. Dan zijn we een hypothetische vraag. Stel je voor, het vriest 's nachts 3-4 graden. Hoe dij is het 2 graden? Is het dan reëel om een tocht te horen? Je bedoelt 2 graden boven nul dan? Ja, boven nul. Ja, dan moet er heel wat gebeuren. Dan wordt het erg moeilijk. Temperaturen boven nul is beslist net goed. Hoe je de zinnigheid heel niet meer krijgt, dat is niet meer je, dan hebben we een probleem. Hoe beleven jullie de komende dagen? Spannend, natuurlijk. Mooi, dan hebben we een vergadering. Ik ben benijd hoe het rond is met de collega's in het Zuidoosten. En ja, wat u betreft, wij zijn nu op dit moment bij ons gedeclameerd. Ik verwacht niet dat er nou al een centimetertijdje 14 ingelezen zal. Maar ja, de collega's in het Zuidoosten, die zullen wel orenproblemen hebben, denk ik. Jouw kinderen s'nachts nog wel om sliepen? Ik sliep als een roos. Ja, ja, geen probleem. Nou, wij blijven het in de gaten houden. Ik wens je een hele fijne tijd, want ondanks alle drukte is het wel heel mooi, lijkt het mij. Het is prachtig. Helemaal nou weer zo lekker staan in het centje. Ik ben mooi weer op een kant staan. En ik zie even hoe de meesten op deze ondergrond binnen. En zo nou en dan kom je de sneeuwskool voorbij. Ik vind het al hier prachtig. Het Rionhoofd hoopt en wij hopen mij. Leven daarop horen, ja. 13 centimeter. Is niet genoeg? Niet genoeg. Maar nog 2 centimeter bij, minimaal. Ik moet je eerlijk zeggen, Gerrit. Het kraakt je behoorlijk. Ja, maar kraakend is brek net.